Gaan beginnen. Hans Wegman, CDA. Tegen legale wietteelt. Lokale CDA tegen legale wietteelt. Landelijke CDA voor legale wietteelt. Waarom in Nederland wel, niet in Apeldoorn? Nou, wij waren ook wel wat verbaasd dat het in de regeringsverklaring komt te staan. Dat er proeven zullen worden ondernomen. En we begrijpen best dat ook met name in het zuiden van het land dat er grote problemen zijn. En dat, laat maar zeggen, in een compromis dit bereikt is. In gesprek in de raad hier bij de burgemeester kregen wij een beetje het gevoel dat hij er wel een voorstander van was. Dus wij hebben als CDA-fractie gezegd dat wij eerst wel graag met hem in gesprek willen gaan over de voorwaarden. Want die zijn helemaal niet bekend, hè, landelijk. Wat we daar te horen krijgen. Alvorens er überhaupt een beslissing wordt genomen. Maar je mag best weten, als CDA zijn we zeer terughoudend met zulke pilots. Waarom? Omdat wij aan de andere kant denken dat het ook een aanzuigende werking kan hebben. En daar zijn wij niet voor. Wij zijn voor een gezond leefklimaat, ook met name onder jongeren. En dat geldt niet alleen voor wiet, maar dat geldt ook voor gewoon roken. En ik heb als oud-directeur van een school ervaring om een rookvrije school te introduceren. En dat is gelukt. Laat me zeggen, je moet ook voorkomen dat kinderen iets gaan doen om bij een groep te horen. En daar zijn we beducht voor. Maar legale wiet telt op. Dat leidt nog niet gelijk ertoe dat scholen compleet blauw staan van de wietrook, toch? Maar als je het gemakkelijk kunt krijgen, dan kan ook het gebruik van wiet toenemen. En daar zijn we beducht voor. Oké, er zijn ook nog een heleboel positieve kanten aan. Dat is ook de reden, denk ik, dat het kabinet ervoor gekozen heeft. U ziet ze echt niet? Nee, ik begrijp ook wel dat ze met het dilemma zitten van criminaliteit. Laten we dat ook eventjes heel eerlijk stellen. En dus ik moet precies veel meer informatie hebben. En ik hoop ook via de burgemeester informatie te krijgen. Om met elkaar te zeggen, is Apeldoorn nu de stad om daar het voortouw in te nemen. En vooralsnog denk ik van niet. Ik hoor toch nog een beetje ruimte bij jullie om het wel mogelijk te maken. Ik vind dat je altijd, zeker als een kabinet dit standpunt inneemt en een burgemeester daar ook, onze portefeuillehouder daar een standpunt inneemt, dan wil ik wel met elkaar erover praten. Zonder op de uitslag daarop van de discussie vooruit te lopen.